Op het moment dat wij dit filmen, op het moment dat wij hier staan, weten jullie nog allemaal niet hoe wij eruit zien en hoe zenuwachtig we zijn. Ja, ben je zenuwachtig, Debbie? Nee, een beetje wel. Ja. Jullie? Ja. Nee, joh. Coole kikker. Wat een coole kikker. No spam, we eat. Kijk, even de laatste hand aan Timo's jasje. Oh, slim, ja. Dat wil je echt niet. Dat dat nog dicht zit. Heb jij dat al open? Weet ik niet, heb ik het al open? Nee, weer zit ook nog vast. Geef maar een schaar. Nou, oké, lekker mijn naam. Straks is het moment zover. We zijn er helemaal klaar voor. Zelfs Janneke. Dat gaat heel goed. Ja. Het gaat echt heel goed. Het gaat allemaal zo goed. Maar alles gaat goed bij ons. Het is bijna ongeloofwaardig zo goed als het gaat. Ja. Jongens, ik moet een nieuw blouse. Oh, wacht, ik word... Mijn blouse is perfect. Alles is perfect. Ik hoor een pedelstaf de trap opkomen. Het is zover. Wij zijn officieel bestuur. Woe! Ja, ja. En het is... we missen nog de helft, maar die komt er achteraan. We hebben net de ALV gehad voor de mensen die erbij waren. Voor de mensen die er niet bij waren. Jullie weten het misschien niet, maar het is donderdagochtend. Hier, check even mijn horloge. Zo laat is het hier, hè? En dat is 9 uur bijna. 9 uur 's ochtends. Oh man. Maar goed. Ik heb ook nu geen. We gaan nu ontbijten bij de HEMA. Ik bedoel, de dag is pas net begonnen. Dus laten we dan goed beginnen. Nou, hey Debbie. Ik ben aan het opnemen. We gaan vloggen. Met conjunctus. Jullie gaan ook mee ontbijten, hè? Zo leuk! Ik denk echt dat dit de laatste slash vroegste ALV is die ik ooit heb meegemaakt. Wij beginnen gewoon goed met het beleid. Eerst meedenken met het bestuur, eerst meedenken met beleid. En dan ontbijten. Kijk eens wie we hier hebben. Het zijn Jurgen en Micha. En ze hebben een hamburger van McDonald's meegenomen. Ja, dat is. Thomas, wij zijn het hamburger staan. Hé, maar nu heb je toch je mond vol. Jurgen, wat vond je van de ALV? Het is ondertussen 6 uur later. Het is 4 uur 's middags. En ik heb het gevoel alsof het ochtend is. Jorike en ik komen net op de BK. En ja, het lijkt wel ochtend. We hebben al maar net geslapen. Ik denk dat de andere helft van het bestuur nog ligt te slapen momenteel. Nou, hier begint ons jaar dan. Hoe lang heb jij geslapen? Dit is mijn eerste brief die ik open als abactus. Wow. Ja. En hoe lang ik heb geslapen? Nou, ik denk een uurtje of 4. Oh ja. Vijf. Ja, ik ook, ja. De computer van de heres is vervloekt, mensen. Ja. Kijk, er zit niemand. Okay, maar de muis beweegt. Dankjewel. Zeg maar even, maar liefst allemaal. Super creepy. En dan denk je misschien, wat doe je op die eerste dagen op de BK? Nou, dan ben je dus bezig met allemaal van die super domme dingen. Zoals, hoe verander ik mijn handtekening in Gmail? Hé, Janneke? Ja! En het kan soms heel lang duren. Man! We hebben pandvisie meeting en er zijn allemaal oud leden. En we hebben op het laatste moment kwamen erachter dat de zaal niet gereserveerd was of zo. Dus we hebben nu alles overhoop gegooid. Toen konden we eindelijk hier zitten. En toen was ineens de borrelkamer toch vrij. Dus daar zitten we nu. Stress. Ik zag dat de laatste keer dat ik heb gefilmd, ik hier stond in dikke stress over de pandvisie. En we hadden hier alles omgebouwd en de bureaus verschoven. Heb je dat gefilmd? Nou ja, ik heb dat even gefilmd. Want ik dacht, de pandvisie begint bijna. Dikke stress. Een soort van professorisch rondje met bureaustoelen. Terwijl er allemaal oud-leden kwamen en zo. Dus dat kan niet. Dat was gewoon een beetje stom. Dat wil je niet. Nou, dikke stress. Dikke cliffhanger voor jullie. En het is ondertussen de volgende dag. Maar ik wou nog even zeggen. Op het laatste moment heeft Focus ineens de bolkamer voor ons vrijgemaakt. Dus echt helden. En toen konden we in de bolkamer zitten. En het was echt een goede meeting. Het was echt
goed. Echt zo leuk hoeveel die oud-leden weten over NSN. En gewoon over... Ervaring is zo handig. En zij hebben gewoon een lange termijn visie voor NSN. En zij weten gewoon veel. Dus het was echt super interessant om met hun om de tafel te zitten. En ja, het was echt een goede meeting. Ondertussen... zijn we hier met alle vrouwen van het bestuur. Hey. Hallo, goedemorgen. Hey. We zijn op zoek naar de oplader van de telefoon. Oh, ja. Dit is een andere. En dit zijn dus die stomme dingetjes die de eerste dagen gebeuren. Dat je tijd kwijt bent met het zoeken naar een oplader. Maar ja, je weet het gewoon niet. Dus ja, hoort erbij. En we gaan vandaag de bestuurskamer opruimen. Heel goed voornemen. Ik ben benieuwd wat er komt. Hoe het er aan het eind van de dag uitziet. Maar goed, dat is het plan. Meneer de externus heeft het voor elkaar. Allebei de bank te doen! Woehoe! First things first. Here we go, the long ago. De voorzitter, Prins, hoe noem je dat? Ghost. Tim is hier van PGSM. Superleuk. Pandacoast. In Canada en heet dan Pandacruk, maar dan noemen ze Pandacruk. Pandacruk. En dan schrijven ze op een gegeven moment aan elkaar, hè? Ja, aan elkaar. Dat snap ze helemaal niet. Oh, mensen, het is momenteel. Hoe laat is het? Echt? 10 voor 7. Het is 10 voor 7. En ik wil nog niet te veel om me heen filmen, want het is nog niet officieel af en zo. Dus ik wil het eigenlijk pas laten zien als het af is. Maar het is echt al een heel eind en het is al zo anders. Ik bedoel, kijk hier achter me. Daar stond eerst de koelkast. Tijd voor patatjes! We hebben zo hard gewerkt. Super lang, vanaf 11:30. Nee, 10:30 zijn we niet begonnen. We zijn... Wij wel. Nee, want toen hebben we nog niet echt iets... Oh jawel, trouwens, toen begon hij al met opruimen. Ik begon toen ik hier aankwam met opruimen. Ja. Zo. Ja. Dit kan niet met één hand. Oh, ik kan met één hand. Cool. Lisanne is dus echt een heldin, want ze helpt ons al de hele... Nee, niet de hele dag. Hoe laat was jij er? 4:45, denk ik. Ja, en het is nu dus al 7:00 of zo. Dus 7:30. Half 8. Dus, en zij heeft alles schoon lopen maken en zo. Af en toe was ze kwijt, dan zat ze onder een bureau.